In de vorige video over de Eerste Wereldoorlog zagen we wat de achterliggende oorzaken waren. En die lagen dus al ver voor dat die oorlog in 1914 uitbrak. Maar waarom breekt die dan in die zomer van 1914 uit? Nou, dat heeft alles te maken met de moord op Frans Ferdinand. En wie dat is, dat zal ik je zo vertellen. Maar eerst moeten we ons even richten op de Balkan, in Zuidoost-Europa. Daar wonen allerlei verschillende volkeren, die allemaal een eigen land willen. En ik zal even wat kaartjes erbij pakken. Dan zie je dus links de Balkan in 1912 en rechts de Balkan in 1914. En dan zie je dus dat er in twee jaar al best wel wat verschillen zijn gekomen. Wat je ook ziet, als je even goed kijkt, en denk even terug aan die vorige video van die bondgenootschappen, uh, dat de, uh, er twee grootmachten zijn, namelijk Oostenrijk-Hongarije in het noorden en het Turkse of het Ottomaanse Rijk in het, uh, in het zuiden, die hebben behoorlijk wat invloed op die Balkan. En als we hier nog wat kaartjes voor zouden zetten, dus iets verder terug in de tijd zouden gaan, dan zie je dat ook Servië, Roemenië, Bulgarije, Montenegro en zo, dat die ook allemaal nog tot of Oostenrijk-Hongarije of tot dat Turkse Rijk, dat Osmaanse Rijk behoren. Maar langzaam rand worden dus steeds meer volkeren op de Balkan onafhankelijk. Het nationalisme is ook daar hoog, ze willen gewoon hun eigen land hebben. En een van de grootste landen op de Balkan, dat wordt Servië. En Servië is al behoorlijk gegroeid in de jaren voor 1914, zoals je op dit kaartje ook kunt zien. Maar de Serviërs zijn nog niet tevreden, want in Oostenrijk-Hongarije daar wonen ook nog een heleboel Serviërs. En de Serviërs willen daarom heel graag een groot Servië hebben, zodat alle Serviërs in één land wonen. En als dan de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, die Frans Ferdinand uit de titel van deze video, op bezoek gaat in Sarajevo, de stad die we hier links boven op de kaart nog zien liggen. Dan pleegt een Servische nationalist, Gavrilo Princip, die zien we hier links, een aanslag op die kroonprins en die overlijdt. En die moordaanslag, die brengt die bondgenootschappen van de centrale en de geallieerden in beweging. Ik pak het kaartje er weer even bij. Uh, in principe zou je zeggen, dit is dus gewoon een conflict tussen aan de ene kant Oostenrijk en aan de andere kant Servië. Maar uh, ja, vanwege die bondgenootschappen worden andere landen er ook bij betrokken. Want Oostenrijk die beschuldigt Servië dus van: van hey, jullie steunen die aanslag, jullie zitten hierachter. En als jullie niet dit en dit en dit doen, dan uh, vallen we jullie binnen allerlei onmogelijke eisen. Servië heeft een klein bondgenootschap met Rusland. Rusland heeft namelijk beloofd dat het Servië zou steunen in het geval dat er een oorlog uit zou breken. Dus in Servië nemen ze meteen contact op met Rusland. Maar ja, Oostenrijk doet hetzelfde met Duitsland bijvoorbeeld. Nou, en Rusland heeft weer een bondgenootschap met Frankrijk en ook met Engeland. Dus zo zie je hoe al die landen erbij betrokken raken. En als dan op een gegeven moment Oostenrijk Servië binnenvalt, uh, dan verklaart Rusland ook de oorlog aan Oostenrijk en ook aan Duitsland, want Duitsland verklaart ook naar nou, je snapt het al wel al die bondgenoten die gaan allemaal elkaar de oorlog verklaren en dan komen die centrale en die geallieerden tegenover elkaar te staan. Je zou dus kunnen zeggen dat ja, had die gavrilo principe maar nooit geschoten, want dan was die hele oorlog ook nooit uitgebroken, maar dat is eigenlijk te gemakkelijk gezegd. Dit is alleen de directe oorzaak, de aanleiding waarom het in 1914 gebeurt, maar we hebben in de vorige video ook al gezien dat er allerlei achterliggende oorzaken zijn, waardoor er uiteindelijk toch wel een oorlog uit zou breken. Nou, en hoe dan het begin van die oorlog verloopt, daar kijken we in een volgende video weer naar.